Hier draaide het allemaal om, op het Two College Durendaal in Oosterwijk. Een roos om je vriendschap of liefde te betonen. Verschillende teams gingen vanmorgen op pad om maar liefst 355 liefdesverklaringen rond te delen. We hebben eerst een week voorverkoop gehad. Toen hebben ze, de leerlingen konden kaartjes schrijven. Kostte dan 1 euro en die deden ze in een box. De kaartjes uit die box hebben we afgelopen vrijdag hebben we die aan rozen gemaakt. En dan wordt het vandaag op 14 februari worden ze in de lessen uitgedeeld. Rozen met een rood kaartje voor liefde, geel voor vriendschap en blauw voor als je iets hebt goed te maken. En dat is best een ding als je voor de hele klas een roos van je vriendinnetje krijgt. Ja, wat vind je daarvan? Lief. Ik vind het wel lief. Je hoofd is bijna net zo rood als die roos. Ik weet het. Sommigen vielen flink in de prijzen. Ze zijn niet allemaal van mij. Ze zijn er 2 voor een vriendin van mij. Okay. Die is er vandaag niet. Zeg, en die rode daar, een liefdesroos? Is ook voor mijn vriendin. De een kreeg dus veel, de ander... niks. En hoe zou dat nou komen? Weet ik niet. Nee. Vinden ze jou niet leuk? Jawel hoor. Ze is wel heel leuk, alleen ik wil niet. Maar niemand heeft er een euro voor over. Nee, zielig hè. De liefdesrozen vielen niet altijd in goede aarde. En soms... En jij ook op hem? Nee. Werd liefde niet beantwoord. En van wie zou deze nou weer zijn? Nou, van mijn vriend. Ja. Nou, kijk. En is het vriendschap of liefde? Nou, dat is vriendschap. Ja. Dat hoop ik dan maar. De juffrouw stond met lege handen. Maar ze bleef tegen beter weten in hopen. De dag is nog niet voorbij. De dag is nog niet voorbij. Ik ben ook de hele dag op school. Mensen kunnen het goed maken.